Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door Peter Brouwers, Caravan en Camperservice. Goeiedag. Goeiedag. Hallo. Goedemiddag dames en heren, we zijn hier in het kader van Hoed en Rand en ik zit hier bij een hele bijzondere vrouw uit Nuenum, vlakbij Roermond. Vertel dus iets over u, wat is uw naam? Ik ben Udi Adams en ik schilder al heel lang. Hoe lang, kunt u daar wat van vertellen? Nou, eerst ben ik begonnen met in de opleiding natuurlijk wat te schilderen. Waar was dat? Dat was in Eindhoven en ik heb een N20 opleiding gedaan. Dat is kinderverzorging, opvoedkunde, handarbeid. En ik kwam natuurlijk ook tekenen en schilderen kwam daar ook in van pas. Dat heb ik altijd met veel passie gedaan. En ik heb een aantal jaren gewerkt natuurlijk, maar daarnaast deed ik altijd schilderen en tekenen. En ik heb wel 20 jaar, misschien nog wel langer, bij Jan van Kempen geschilderd. Die woont in Heithuizen. Een die kunstenaar. Is wereldberoemd in Heithuizen? Nou, op zich is het een hele bekende kunstenaar. Oh. Hij heeft ook lessen gegeven op Ursula in dat tijd. En daar heb ik eigenlijk mijn eerste dingen zo wat geleerd. En toen heb ik daar vrij lang geschilderd. Aanvankelijk met lessen en naderhand meer zo wat vrijer schilderen. En toen ben ik naar de kunstacademie gegaan in Maasmechelen. En daar heb ik schilderkunst gedaan. En dat is 5 jaar heb je dan. En dan doe je een examen en daarna heb ik nog de specialisatie gedaan. Kunt u eens wat laten zien van uw werk? Ja, ik kan dat zeggen. En nu ben ik met tekenen daar bezig. Dus. Nou, op zich heb ik heel veel rondom wildermannen geschilderd. Wat zijn wildermannen? Wildermannen zijn eigenlijk de geesten die verdreven worden uit de bossen wanneer de wintertijd overgaat in de zomertijd, of in de voorjaarstijd, zeg maar. Eigenlijk het carnaval, wat hier carnaval is. Dat heeft eigenlijk ertoe geleid dat ik heel veel dingen, heel veel geschetst heb. En uiteindelijk heb ik dan een... Pak die nog maar in. Ja, bijvoorbeeld deze. Gaat het? Deze. Mm-hmm. Wat zien wij nu? Ja, hier zie je ook dus twee van die figuren die zich verkleden. En vooral heb ik hier gelet op de kleuren dan. Hè? Mm. Dat er ook dat bosachtige erin zit. En... naar aanleiding van deze dingen heb ik dan ook mijn wat groter werk gemaakt. Maar ook hier nog een wat kleurige figuur. En in mijn grotere... Oh ja, dat is een hele mooie kleurige figuur. Ja. En ik gebruik hier ook allerlei materialen in. Dus niet zo dat het alleen geschilderd is. Het is ook een beetje met collage dingen erin. Wat andere materialen hebt u gebruikt? Nou, dit is een stukje ribkarton bijvoorbeeld. En hier heb ik met verf gewerkt. En hier met ecoline. Of met aquarelverf. Dus dat is heel, heel wisselend, zeg maar. Ja. Dus we zijn hier ook voor een speciale reden. Hè? Want u gaat nu hier ook meedoen met een tentoonstelling. Hè? Ja. Kunt u daar wat van vertellen? Ja, op zich vond ik dat heel leuk, omdat het hier aanvankelijk was het hier een theater. En mijn laatste onderwerp was rondom theater. Daar ben ik nu afgelopen jaar op afgestudeerd aan de Academie in Maasmechelen. En dat onderwerp, dat interesseerde mij. En ik ben gevraagd om hier... wat te mogen ophangen. Dat ja, want ik heb gehoord dat u zelfs cum laude bent afgestudeerd in Maasmechelen. Nou, op zich, in België heet dat niet echt cum laude. Het is, je krijgt een laureaat. En dat betekende eigenlijk dat van de afdeling tekenen... zijn er 3 mensen die een laureaat hebben gekregen. Zo, dat is toch een hele eer. Van de hoeveel?
Ja, dat durf ik niet precies te zeggen, maar dat is nou ja, best wel... Het is in ieder geval een van teken van dat die het, hele academie in ieder geval. Ja, dat u het heel goed gedaan. Maar van iedere afdeling krijgt wel iemand een laureaat, hè? Dus, nou dus goed, maar het is toch geweldig dat u dat gekregen hebt. Ja. Ik vond het een fijn gesprek. Is er nog iets niet aan bod gekomen? Wilde u nog iets anders kwijt? Nou, op zich, als je hier rondkijkt, in deze ruimte heb ik ook... veel doeken hangen en dat zijn schildersdoeken en dat heeft te maken met het thema doeken op doek, stof tot nadenken. Oh, dat en is dat een mooie is ook, woordspeling. En dat is ook een thema geweest waar ik veel mee bezig ben geweest. En dat had te maken ook met het feit dat ik textiel en stof, en, hè, dat interesseert. Dat is uw achtergrond ook, hè? Ja. Daar heb ik in ieder geval veel affiniteit mee. En dat, dat heeft ook te maken met dat ik het probleem van vluchtelingen bijvoorbeeld, hè, dat vind ik gewoon kleurrijke persoonlijkheden die veel doeken dragen. En doeken is ook een belangrijk cadeau als je dat krijgt van iemand uit Afrikaanse landen. En dat heeft mij geïnspireerd om deze doeken te maken. En ik vind ook dat vluchtelingen eigenlijk ook heel kleurrijke persoonlijkheden zijn. Ja, daar hebt u gelijk in. Niet alleen door doeken, maar ook misschien qua persoonlijkheid. Ja, dat bedoel wat ik ze allemaal meegemaakt ja, hebben. Ja, juist daardoor, ja. Ik zie naast u een speciaal beeldje staan. Die meneer kan niet aanwezig zijn. Dat is Tjeu Adams, hè? Ja. Kunt u kort iets vertellen wat hij maakt? Nou, hij maakt allerlei beelden van diverse steensoorten. En dit is bijvoorbeeld van albast gemaakt. Ja. En eigenlijk als je het licht schijnt over het algemeen zo heel mooi doorheen. Mm-hmm. Hij maakt soms spontaan hele beelden. Mm-hmm. Maar ook vaak heel gedegen door eerst... een modelontwerp te maken en dan precies te kijken van hoe geef ik dat vorm. Ja, hij is de vierde die mee exposeert met nog twee anderen. Hè? Ja, ja. Wilt u nog iets over Tjeu Adams vertellen of is nou, dekt dit wel de lading? Is bijvoorbeeld ook een beeld van hem. Ja. En dat is van Franse kalksteen gemaakt. En dat... dat kan zowel binnen als buiten staan, maar dan heeft hij meer die abstractere vormen. En als je verder in de tentoonstelling kijkt, dan zie je ook nog dieren staan. En dat is echt helemaal volgens model gemaakt. Nou, we gaan nu verder. We hebben mevrouw Adams al gesproken. We hebben over Tjeu Adams gehoord, die de beelden maakt. En wie bent u eigenlijk? Mijn naam is Erwin Michielsen. En ik heb hier samen met Ger Hoebers in Horst een galerie. En van oorsprong liggen mijn roots eigenlijk in de bloemenwereld. Ik heb 20 jaar lesgegeven op toenmalige tuinbouwvakscholen, wat tegenwoordig Helicon-opleidingen heet. En vanuit die wereld, er waren altijd demonstraties. En die demonstraties die vond ik vaker wat saai. Want je moest kijken hoe iemand een bloemstuk in elkaar deed zetten. En ik had daar zelf mijn eigen ideeën over, dat je daar meer theater omheen kunt bouwen. Dus dat hebben wij in het verleden hier gedaan. We hebben 2 jaar op rij hier in het cultureel centrum een voorstelling gegeven. Met de balletschool van Horst was dat in die tijd. Dus met dans, met bewegingstheater, met thema's maakten wij eigenlijk een avondvullend programma. En van daaruit hebben we ook hier in deze locatie, achterin onze tuin, een privétheater gebouwd. En dat is heel speciaal. Eigenlijk wel, want het viel onder het kleintheater met maximaal 50 toeschouwers. Het heeft een sfeer van huiskameridee. En daarin hadden wij altijd voorstellingen waarin de bloem weliswaar in de hoofdrol stond, maar uiteindelijk ook mensen uit bewegingstheater, danswereld, in prachtige kostuums meefigureerden in de hele voorstelling. Hoe lang hebt u dat hier gehad? Dat hebben wij precies 10 jaar gedaan. Het eerste voorstelling was in 1999
met het thema Millennium. En 10 jaar daarna hebben we een eindvoorstelling gegeven, omdat we toen zoiets hadden van, nu zit het op een hoogtepunt en we sluiten het daar ook mee af. En bent u toen iets anders gaan doen? Nou, ik heb eigenlijk op 47-jarige leeftijd ben ik nog begonnen met de Academie van Schone Kunsten in België. Dat heb ik eigenlijk na een specialisatie afgesloten op het gebied van schilderen. Maar ja, het creatieve, dat zei men daar ook vaak in de opleiding, in vormgeving ligt heel vaak dicht bij elkaar. Het is alleen dat je binnen bepaalde vakken je eigen technieken moet leren. En in mijn bloemenvak had ik dat natuurlijk, maar op het gebied van schilderen minder. Ik moet wel zeggen dat ik in het verleden, als wij hier grote projecten hadden, bijvoorbeeld de eerste aankleding op het Vrijthof van André Rieu. Ja, dat daar, hebt u ook gedaan, hè? Ja, daar stonden geweldig. De bloemen van ons te pronken. Dat deed ik wel altijd helemaal op tekening uitwerken. Want vanuit die tekeningen kon ik ook bepalen hoeveel materiaal ik nodig had. Dus dat lag me eigenlijk altijd al. En in het verleden heb ik ook vaker, zelfs in mijn HAVO-tijd, al geschilderd met olieverf, et cetera. Maar nooit eigenlijk een gedegen opleiding daarin gevolgd. En dat ben ik op 47-jarige leeftijd nog gaan doen. En vanaf die tijd presenteer ik eigenlijk veel meer schilderwerken van me. En hoe moet ik de taakverdeling eigenlijk zien tussen u en uw partner Ger? Ik denk dat ik vooral het destijds met de voorstellingen, het creatieve brein was in die zin van de invulling van het thema en hoe dat verbeeld moest worden. En mijn partner Ger Hoebers was vooral op gebied van techniek. We hadden ook altijd een film die we projecteerden in het decor. En al die opnames die verzorgde hij, die namen wij dan ook op wereldwijd. Bijvoorbeeld, we hebben eens een keer het thema architectuur gehad. Hebben we onder andere ook het interieur van de Burj Al Arab in Dubai gefilmd. En dat zag je dan op de achtergrond. En door die vormgeving in de architectuur liet ik me dan inspireren op het gebied van de bloemen. En dan creëerde ik daar creaties bij die aansloten bij de vormgeving van de architectuur. En zo werden die avonden eigenlijk ingevuld. Dus hij was veel meer op het gebied van techniek. Hij bediende ook altijd de belichting, de muziek, et cetera. Dat lag allemaal in zijn handen. Nou, jullie vulden elkaar dan prima aan, hè? Dat is een niet alleen privé, maar ook wat artistiek tijd betreft een goed span, toch? Zeker, dat was ook. We hebben ook wel eens gezegd tegen elkaar van, als de een zou wegvallen, zou de ander niks meer kunnen en andersom ook. Ja. Geweldig. Kunt u wat vertellen over de schilderijen die hier hangen? Ja, dat zijn werken van mij die geïnspireerd zijn op kostuums die hier in voorstellingen meededen. Het thema daar is dan ook de dress. En ik heb gewoon een gedeelte van het kostuum geschilderd, waardoor het toch een soort abstractie krijgt. En ja, zoals u ziet staat een van de kostuums hier ook binnen deze ruimte opgesteld. Dus ik vind het heel belangrijk vaak dat je vanuit een gegeven iets nieuws weer probeert te creëren, een nieuwe wereld. Hè, vanuit een foto of een bestaand kostuum in dit geval, dat je daar delen uitpakt die je boeien en dat je dat in je schilderij probeert te leggen. U pakt dan details van details iets. Meestal, ja. Niet totaalbeelden. Vaak, ja. Ik begrijp dat er nog een vierde persoon is die meedoet, een Helma Pusjes. Ja, Helma Pusjes. Kunt u daar wat van laten zien? Ja, zij kon helaas niet hierbij zijn. Nee, helaas was zij verhinderd. Maar dit kunnen we naar haar werk kijken. Ja, dit is een van haar werken. Het mooie bij Helma is dat zij, bij mijn werk zie je vaak een stukje abstract figuratief gecombineerd. Dat is ook bij Udi Adams het geval. Maar Helma werkt over het algemeen vrij abstract. En dit is een werkje met het thema fiets. En omdat we voor het thema arte theatraal hebben gekozen, had ik zoiets van, bij dit schilderij kan iedereen een eigen verhaal maken. En eigenlijk als je naar een schouwburgvoorstelling gaat, dan presenteer je ook een verhaal of een gedachte die je wilt uitdragen. En dat heeft zij heel sterk in haar werk ook
Dat is dan in een bepaalde abstractie. En naar langer kijken kun je door kleurgebruik of door haar vormgeving je eigen verhaal creëren. En dat vind ik altijd heel belangrijk in de kunst. Ja, fijn. Dank u wel. Ik stel voor om nu naar een andere ruimte te gaan. Meneer Michielsen, kunt u misschien eens vertellen wat we hier zien? Ja, inderdaad. Nou, zoals ik al verteld heb, het thema is hier arte theatraal. Mm-hmm. En ja, in het theater wordt natuurlijk heel veel gezichtsuitdrukking, zie je daar. En deze serie die ik hier gemaakt heb, dat zijn eigenlijk allemaal zelfportretten. Ook al zul je misschien niet helemaal mijzelf herkennen. Maar ik heb dus van tevoren een aantal foto's gemaakt met hele vreemde belichting. Mm-hmm. Met eigenlijk ook allerlei gezichtsuitdrukkingen. En vervolgens ben ik toen in olieverf die gezichten neer gaan zetten. En dan zie je dat in het middelste deel, dat is misschien dan nog met dit het meest gelijkende portret. Maar door belichting van onderuit of van een zijkant of door een grimas te trekken, krijg je allerlei gezichtsuitdrukkingen en vertel je eigenlijk een verhaal naar de toeschouwer. Ja, dus het zijn originele schilderijtjes. Zijn ze ook te koop in de tentoonstelling? Er zijn inderdaad heel veel werken hier te koop ook. Kunt u eens vertellen wat we hier zien? Nou, dit is een werk, daar heb ik een hele serie van gemaakt. En ik vind vaak dat een schilderij ook een boodschap moet uitdragen. En het thema hierbij is metroman. En wat bedoelen we nou met een metroman? Dat is een begrip van deze tijd dat eigenlijk het ouderwetse gedachtepatroon van mannen spelen of jongens spelen met auto's, meisjes spelen met poppen, dat is steeds meer aan het vervagen. En er zijn een aantal mensen die dat ook uitdragen. Als u heel goed kijkt in de diepte, ziet u hier eigenlijk dansende figuurtjes. Zij behoren tot het ballet de Trocadero de Monte Carlo. Dat is een balletgezelschap, een Amerikaans balletgezelschap dat wereldwijd rondtrekt. En zij vertolken klassieke balletten, maar het bijzondere eraan is dat alle rollen, dus ook de rollen van de meisjes, worden vertolkt alleen maar door mannen. Oh. En als je hen bezig ziet, want het is echt op hoog niveau, echt op de spitsen, dan heb je op een gegeven moment niet meer in de gaten dat hier alleen maar mannen dansen. Ja, ja. En we denken vaak zo gepolariseerd, hè, van zwart-wit. En ik vind, ja, we moeten veel meer kijken naar wat zit in een persoon. En kijk de persoon in zijn totaliteit en koppel daar niet meteen man, vrouw of iets aan. Maar kijk naar de capaciteiten van de mens zelf. Kunt u eens vertellen wat u hier geschilderd hebt? Ja, zoals ik al zei, alles draait hier om het theater. Maar als je in de natuur kijkt naar het noorderlicht, dan heb je eigenlijk één groot lichtspel. Ja. En dat is natuurlijk ook een en al theater. Dus kwam ik op het idee om een serie te maken die gaat over het noorderlicht. En u ziet hier onder andere de natuur, bomen. En dat heb ik nu ook met een knipoog vertaald weer naar plantaardige werken die van toepassing zijn in de feestdagen die komen gaan. Zo laat ik me inspireren door de natuur en probeer het weer te vertalen ook naar mijn vak van het verleden, de bloemenwereld. Zo ziet u dat daar bijvoorbeeld bij de kleine schilderijtjes ook. Daar zitten, het is noorderlicht, maar als u heel goed in detail kijkt, ziet u zelfs figuurtjes die erin zitten. En dat vind ik dus ook een en al theaterspel. En de beweging die je ziet en de kleur, het kleurenspectakel in dat noorderlicht, dat probeer ik dan ook weer te vertalen in de beweging van mijn bloemwerken. Toch een klassieke krans, hè, met de kerstengel die daar heerlijk ligt te rusten. Maar de beweging zet ik dan vooral weer met mijn kleuraccenten van wol en draaiingen van wol en andere materialen. Waardoor er eigenlijk weer diezelfde golfbeweging in terugkomt, zoals ook in de schilderijen. Ja, mooi. Ik wil u hartelijk danken voor dit gesprek. Is er nog iets niet aan bod gekomen dat u zegt van, dat ligt nog op mijn lippen of is alles een beetje belicht? Nou, ik heet iedereen van harte welkom de komende periode. Want dan zijn we 4 weekenden op rij open. Tussen 11 en 5 op de zaterdag en de zondag. En ik denk dat mensen die graag willen genieten
en graag in sprookjesfeer willen komen, dat die van harte uitgenodigd zijn. En men kan het vinden op uw website? Zeker, bij erwinmichielsen.nl vindt u de informatie. Nou, als mensen dit gezien hebben, weet ik zeker dat er veel zullen komen. Nou heren, hartelijk bedankt. Het was erg interessant. Dank u wel. En ik wens u heel veel succes met de tentoonstelling. Dank u wel. Tot ziens. Tot ziens. Dag. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de horecadiensten van Cox & Co. Happy to serve you sinds 1926.